Dan vraag ik nu uw aandacht voor onze partijvoorzitter, Ingrid van Engelshoven. Congres. Op 11 maart jongstleden overleed Hans van Mierlo. En op de herdenkingsbijeenkomst die we op 23 maart voor hem organiseerden, kon helaas niet iedereen die dat wilde aanwezig zijn. Ook op dit congres willen we hem herdenken. En zoals ik eerder op de website schreef, blijft het moeilijk de goede woorden te vinden voor de man die dat zelf als geen ander kon. Daarom zullen we zo meteen het prachtige filmpje vertonen van Hans lopend langs de gracht met die boodschap die nog steeds kracht heeft. Ik stel voor dat we na het filmpje met z'n allen gaan staan en enkele ogenblikken stilte in acht nemen. En ik houd het hier bij de woorden die hij zelf sprak toen hij in 2006 voor het laatst dit congres toesprak. Toen zei hij: wat we zijn, zegt het verlangen naar ons. Democratisch. Ja, dat was het wel. En dat mag ook wel als je je ongerust maakt, juist over de democratie. Ik weet nog goed hoe het allemaal begon. Het was 30 april van het vorig jaar. Nederland had een vrije dag. Ergens in Amsterdam, we waren met z'n elven bijeen. Visser en Beer en Gruiters. Vrienden en vrienden van die vrienden. In een feestelijke stemming waren we niet. Hoewel die dag daarvoor is aangewezen. We waren integendeel nogal somber. We waren ongerust. Over de politieke situatie in ons land. Over de verwarring en de ondoorzichtigheid. Over de tanende invloed van de kiezers. Over de ontoereikendheid van de verouderde politieke spelregels. Over de onbewegelijkheid en de verstarring van het partijenstelsel. Over altijd maar weer hetzelfde gezuur en hetzelfde geharrewar in regering en Tweede Kamer. We wilden er zo graag wat aan doen, maar we wisten niet hoe. Congres, mag ik u nu vragen al te gaan staan en enkele ogenblikken stilte in acht te nemen? Congres, u zult begrijpen dat het niet makkelijk is om na zo'n betekenisvolle stilte het woord te hervatten. Ik heb daarmee geworsteld en me toen bedacht dat het mooi zou zijn met iets te beginnen waar Hans vrolijk van zou zijn geworden. 3 maart. Op 3 maart jongstleden behaalde D66 een van haar beste resultaten ooit bij de gemeenteraadsverkiezingen. In 7 gemeenten werden we de grootste partij. En D66 bezet nu 565 raadzetels. En mag ik al die gekozen raadsleden die hier aanwezig zijn vragen even te gaan staan, zodat we ook weten wie dat zijn. En mag ik dan van u een warm applaus voor hen vragen?
Want al deze mensen zullen in al die gemeenten de komende jaren het gezicht van D66 zijn. Democraten, een verviervoudiging in 4 jaar. 565 democraten die zich inzetten voor hun stad of voor hun dorp. Die durven hervormen, die durven keuzes te maken en die durven vertrouwen op de kracht van hun lokale gemeenschap. En op 3 maart is gebeurd waar velen in de partij de afgelopen jaren heel hard voor gewerkt hebben. We hebben het fundament onder de partij versterkt. We zijn solide geworden. In Rotterdam gingen we van 1 naar 4 raadzetels onder aanvoering van een libertijnse ziel in de slag met de gevestigde orde, zoals de NRC van de week kopte. En in Utrecht gingen we van 3 naar 9. In Den Haag van 2 naar 6, in Maastricht van 2 naar 4, in Leeuwarden van 0 naar 2, in Enschede van 1 naar 6 en in Vlissingen van 0 naar 2. Kortom, we zijn in het hele land terug en hoe? En er komen nu ook elke dag meer D66-wethouders bij. Gisterenochtend stond de teller op 32 en ik heb het sindsdien niet meer bij kunnen houden. En er zitten er nog heel wat in de pijplijn. Ik feliciteer hier Henk Beerte, Saskia Boelema, Martijn Leysink, Mieke Damsma en de vele anderen. En ik wil er 1 ervan in het bijzonder noemen. We kregen gisteravond een telefoontje dat het rond was. De directeur van ons partijbureau, Robert Strijk, zal binnenkort geïnstalleerd worden als wethouder in Leiden. Robert, gefeliciteerd. En daarmee is dit het laatste congres dat onder jouw leiding georganiseerd is. En ik moet zeggen, het wordt wel de kroon op je werk. En je hebt in de afgelopen jaren een ongelooflijke belangrijke factor gespeeld in de professionalisering van deze partij. We konden werkelijk bij nacht en ontij op je rekenen. En we gaan je nijverheid en doorzettingsvermogen ontzettend missen. We feliciteren Leiden met jouw komst en wensen jou daar heel veel succes. Democraten, geen doorbraak zonder af en toe een tegenslag. En soms worden er dan fouten gemaakt. En er is nog nooit iemand echt groot gegroeid zonder. Maar zolang je die fouten maar erkent en er de verantwoordelijkheid voor wil nemen, heb ik daar ook waardering voor. En als ze mij dan deze dagen vragen wat ik van de peilingen vind, antwoord ik: we staan op verviervoudigen. Dat vind ik nou niet bepaald iets om over te mopperen. En als we dat nou allemaal zeggen, dan wordt er ook niet gemopperd. En dan gaan we samenwerken aan een prachtige uitslag op 9 mei. En daar is nog heel wat voor nodig. Juni, excuus. Ik kan er niet op wachten, kennelijk. Maar er is dus nog heel wat voor nodig. En ik heb van de penningmeester begrepen dat als we alles uit de kast willen trekken wat we willen, we eigenlijk nog 3 ton nodig hebben. Dus ik reken op uw bijdrage. U hebt daar onlangs een brief over gehad. Dus doneer, doneer, doneer en dan krijgt u een prachtige campagne. Democraten, een belangrijke factor bij al het succes van het afgelopen jaar was naast uiteraard het beste verhaal, de beste mensen, de actiefste vrijwilligers, ook de communicatie naar onze afdelingen. We zijn al heel vroeg begonnen met de bijeenkomsten met de G36, waarin we samen met de 36 grootste afdelingen de campagne heel goed hebben voorbereid. Met alle afdelingen was er contact via de mailings en de trainingen. En het liefst zouden we dat intensieve contact
met alle afdelingen hebben. Maar dan zijn 282 er wel een beetje veel. Dat mag wat mij betreft wel wat minder. In ons programma, wat we vandaag gaan vaststellen, kiezen we voor een forse opschaling van gemeenten. Zullen we eens bij onszelf beginnen? Minder afdelingen betekent meer communicatie, meer professionaliteit, kortere lijnen. En het landelijk bestuur zal binnenkort een kleine werkgroep samenstellen met vertegenwoordigers van afdelingen en regio's die dat gaat uitwerken en op het najaarscongres een plan aan u presenteren. Congres. Straks presenteert onze campagneleider Gerard Schouw onze kandidaten voor 9 juni. En ik leg hier graag verantwoording af voor de wijze waarop die lijst tot stand gekomen is. In november 2007 besloot u dat de lijsttrekker en de partijvoorzitter het stemadvies voor de Tweede Kamerlijst voortaan zouden opstellen. En dat hebben Alexander en ik ook gedaan. En daarbij zijn we bepaald niet over één nacht ijs gegaan. Een scoutingscommissie onder leiding van Arjan van Gils startte 2 jaar geleden al met de zoektocht naar geschikte kandidaten. Die commissie heeft met heel veel mensen gesproken en stelde uiteindelijk een klasje samen van 40 mensen. Onder het toezicht oog van een begeleidingscommissie, geleid door oud-senator Eddy Schuijer, is die klas getraind en beoordeeld. En uiteindelijk zijn er 20 mensen uit dat klasje opgenomen in het stemadvies. Maar ook anderen. Want we vonden en blijven vinden dat ieder lid zich tot het laatste moment moet kunnen kandideren. We hebben bij de uiteindelijke samenstelling zo goed mogelijk alle belangen gewogen. Uiteraard kennis en ervaring, achtergrond, diversiteit, regionale herkomst, noemt u maar op. U nam onze lijst bijna ongewijzigd over. En ik dank u zeer voor dat vertrouwen. En natuurlijk was er ook kritiek. Was er die niet geweest, dan had ik me afgevraagd of ik nog wel lid was van de goede partij. En er is één remedie om al uw wensen te honoreren. Zoveel mogelijk zetels halen. Ik ben trots op deze lijst. Het is een lijst die bulkt van het talent. En met deze mensen kan D66 de kern van een hervormingsbeweging zijn. Om de Nederlandse economie, de woningmarkt en het onderwijs op het niveau van de 21ste eeuw te brengen. We zochten een team van mensen met overtuigingskracht. Mensen die willen samenwerken, die zich willen inzetten voor de partij en kunnen verbinden met de samenleving. Die mensen en dat team hebben we gevonden. En uiteraard zullen we het hele proces hiernaartoe zorgvuldig evalueren. Het kan tenslotte altijd beter. En dan heb ik het over het proces en niet over de mensen. Bij een indrukwekkende ploeg hoort een indrukwekkend programma. En op 2 hoofdstukken na is het programma nu rond. Ik heb het de afgelopen weken even naast het programma van de anderen gelegd. En dan kan ik niet om de conclusie heen. D66 durft te kiezen. Geen stokpaardjes. Geen achterban die naar de mond wordt gepraat. Of beter gezegd, naar de portemonnee. Geen uitstel van keuzes. Die als we die ter linker en ter rechterzijde van ons optellen, zomaar weer zouden kunnen leiden tot weer 4 jaar stilstand. Congres, dat mogen we niet laten gebeuren. Joris, waar zit... Ja. Joris, het was geen kleine opgave om in die korte tijd dit programma op te leveren. Je hebt prachtig werk geleverd en ik heb enig beeld van hoeveel uren daar achter de schermen in zijn gaan zitten. En ik heb daar zeer diepe bewondering voor. En met jou dank ik ook alle hoofdstukvoorzitters. Bob van den Bos, Marjolein Demmers, Ruud Hendricks, Jan-Willem Holtslag, Wouter Koolmees, Jurjan Prupper, Winnie Zorgdragen, Michiel Verkoelen en Frans Versteeg. En al die tientallen anderen die hun bijdrage hebben geleverd.
congres. En u kunt ook heel fysiek uw steun geven aan dit programma. U ziet hier al het hele congres van die foto's langskomen. Ze staan ook op het congresboek. En als u nou denkt van god, ik zou het best prettig vinden om op die kaft van het verkiezingsprogramma te staan, dan kan dat. In de foyer kunt u daarvoor een foto laten maken. We zullen ook verschillende versies van die kaften maken. U kunt ze straks nabestellen dan voor familie en vrienden. Uiteraard vragen we daar wel een vrijwillige bijdrage voor. En ik zal niet zeggen hoe groter de bijdrage, hoe meer de fotograaf zijn best doet, maar je weet maar nooit. Congres, ons programma is een duidelijke schets, een heldere visie en een concreet plan. En onze voorstellen moeten juist in hun samenhang leiden tot een doorbraak. Dit plan helpt Nederland vooruit. Het brengt Nederland weer in beweging, na jaren van stilstand. Er is lang genoeg gepraat en hard genoeg gestudeerd. Het is nu tijd om te kiezen. Tijd om te kiezen voor onderwijs. Het vele talent wat we hebben komt onvoldoende tot bloei. En daarom investeert D66 2,5 miljard in onderwijs. Het is tijd om de arbeidsmarkt te hervormen. Veel te veel mensen zitten opgesloten in zogenaamde sociale regelingen. Daarom kiezen wij voor een kortere maar hogere WW om mensen sneller van baan naar baan te helpen. Het is tijd om nu de woningmarkt aan te pakken. Kom er nu maar eens tussen als starter. En daarom kiezen we voor een geleidelijke beperking van de hypotheekrenteaftrek. Het is tijd om iets te doen aan duurzaamheid. We moeten af van het olieinfuus. En daarom kiezen we voor een vaste vergoeding voor het leveren van groene stroom. En het is ook hoog tijd om iets te doen aan de overheid. Die is te groot en te aanwezig. Daarom kiezen we voor maximaal 7 ministeries en 1 loket voor ondernemers. Maar dit programma bevat meer. Naast een stevige hervormingsagenda onderstreept het ook weer onze vrijzinnigheid. En wat hebben we die gemist in de christelijk rode stilstand? De bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het respecteren van het zelfbeschikkingsrecht. Het stimuleren van de zelfstandigheid van ieder mens, jong of oud, man of vrouw. En erop toezien dat scholen geen enkele leerling of leraar weigeren op basis van achtergrond of geloof. Het zijn slechts enkele voorbeelden van ons vrijzinnig karakter. Die vrijzinnige opvattingen, die hadden we in 1966. We hebben ze nu en we houden ze. Ons programma bewijst ook onze durf. De durf voor moeilijke keuzes. In plaats van onterecht sussende woorden te prevelen, behandelen wij onze achterban liever als volwassenen die tegen een stootje kunnen. Mensen willen duidelijkheid, geen sprookjes. Ons land dat het altijd heeft moeten hebben van zijn aanpassingsvermogen, lijkt juist dat vermogen verloren te hebben. Waar is die ruimdenkende jas die ons zo goed staat gebleven? In plaats daarvan loopt Nederland in een vod van kleinburgerlijkheid. 2 maten te klein en niet winddicht. En daar gaan wij wat aan doen. Het kabinet van stilstand is gelukkig gevallen en een kabinet van vooruitgang moet nu opstaan. Congres, tot slot. 25 jaar geleden sprak Hans over het land van doen alsof. En zijn toespraak toen was een messcherpe analyse. En die analyse is helaas nog steeds waar. En laten we nu toch eens echt gaan aanpakken wat echt aangepakt moet worden. Heldere keuzes, dappere keuzes. Laten we het nu echt anders gaan doen. Zodat we over 25 jaar niet weer vaststellen
dat we nog steeds leven in een land van doen alsof. Congres, de komende 53 dagen, want dat is het nog tot 9 juni, zullen wij stevig moeten aanpakken. En daarbij reken ik op ieder van u. Ieder van u kan, hoe klein dan ook, een bijdrage leveren. En laten we met elkaar afspreken dat we dat ook allemaal gaan doen. En dan wordt het een hele mooie avond, die 9e. Ik reken op u. Dank u wel.